Ik denk dat zal al niet meer. Hij is pas opnieuw een half jaar. Oh ja. Elektrisch. Ja. Ja, dat is race met de elektrische bus 6052 in Den Bosch. Ja, als ik te moe ben om te lopen, dan ga ik eerst bij de bus en dan kijk ik in de stad. Ja, ja. Ja, ja, het is leuk hoor. Straat. Ja, kan ik er nou al wel af? Dat ik er wat tijd zou hebben. Ja, gebeld hoor. Ja, ja, ja. Goed zo. Want mijn halt is nog een stukje verderop. Ja, dat weet ik. Maar dan gooi je me er wel uit, hè? Ja, ja, gooi. Zet. Ja, nou, ook fijn hoor. Als ik u gooi, dan wordt mijn baas niet vrolijk van. Nee, ik vind zetten ook lekkerder hoor. Dus ik ben gewoon een beetje deze bus laten is de volgende. Oh ja. Het stadskantoor. Ja, is het stadskantoor, als u dat wilt. Oh, dan kunnen we hier ook wel. Dit is maar een, ja, even hier uitlopen ben je op de markt natuurlijk. Ja, dat is waar. Als u het kunt hoor. Ah, is leuk. Is dit de halte? Dit is de halte, ja. Oh, dan gaan we hier uit, vrienders. Je zet mij heel laat, dan moet ik aan mezelf over jou. Bedankt, hè. Ja, zeker. Maar we hebben ook Hallo. Wel een beetje vreemd hier met de Polos. Als de bus de contact niet aanneemt. Hij pakt hem niet altijd, zeg maar. Hij bijna nooit. Ja, die knop kan drukken. Ja. En dan doen ze hem automatisch open dat ze hem al gezien hebben. Ah, oké. Okay. Ik dacht dus met de contactaanvorderingen. Ja, dat zou hij eigenlijk wel moeten doen, maar dat doet hij dus nooit. Ja, dat is een beetje vreemd. Ja, ik heb het al aangegeven bij de garage, maar. Dat begrijp ik niet, dat is gezegd. Ja, goed. De volgende moeten we hebben. Deze is nog niet één. Dames en heren, stadskantoor. Liefhebbers. Nee, de volgende. Museum. Kling. Hallo. Ja,
Noord-Brabants Museum. Ik kan niet zien dat gedrukte. Nou, maar ik heb hem wel, hè. Ja? Oké. Okay. En hier? Nee, dan is het goed. En de gewone buskut wel zien. Ja, hier normaal ook, maar deze is toevallig net kapot. Oké. Okay. Ja, dan leg ik hier maar. Dit bus kan hier gelijk ook een tramway zijn, omdat de tramway ook bellen heeft. Dat hebben ze gedaan, omdat het juist zo heel stil is deze. Ja. Als het vervelend is, zou jij inderdaad uit Utrecht komen of uit Amsterdam. Dan herkennen mensen het geluid van het belletje en dan gaan ze aan de kant. Maar hier in een bos rijden wij geen tram. Nee. Dus die mensen die zijn eigenlijk meer aan het zoeken, maar waar komt dat geluid vandaan? Omdat ze doorhebben dat het bij die bus hoort en dat hij er langs wil. Ja, ja. Omdat het hier heel stil is, de bus, hè. Ja, want het hoort hem echt bij, als je erin zit, hoort hem wel. Ja. Als ik zo heel langzaam rij en gelokt ervoor, hoort hem echt niet. Nee, in Hanau, dat is een stad in Duitsland, hadden ze ook bussen met bellen. Maar op die tijd zijn dat gewoon dieselbussen geweest, omdat heel veel mensen op de fiets onderweg zijn. En de toeter, daar zijn ze van een fiets afgevallen. Ik heb wel vaak gezegd dat ze in plaats van een belletje hadden ze hier gewoon een motorgeluidje onder moeten zetten. Oké. Okay. Gewoon een spiekertje dat het geluid nabootst van een motor. Ja. En dan herkennen mensen het zelf genoeg. Ja, dan maakt het nog steeds wel een beetje herrie, maar... Nou, kom. Ja. Liefhebbers voor de Hertog Hendrik single? Nee hoor. Nou, gaan we door.
Kan het zijn dat Arriva de grootste openbaar vervoerbedrijf van Nederland is? Europa. 55.000 medewerkers door heel Europa heen. Oké. Bij ons in de buurt, ik kom uit vlakbij Duisburg, Duisburg, Essen, vlakbij Düsseldorf in de buurt. Ja. En daar rijdt, moet ik even overleggen, rijdt ook Arriva? Oh, ik geloof niet, hè. Ik durf het echt niet te zeggen. Even. Kijk, bijvoorbeeld bij ons in Utrecht rijdt Q-bus in één keer of zo. Ah ja, 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 in Utrecht rijdt Q-bus, dat weet ik, ja. Maar alleen op de, nee, op de streek werken zo. Werken ze ook. Afgelopen jaar was ja, die zijn ook we zijn voorgereden. GVU is daar gereden en dan had Q-bus had de eerste aanbesteding hebben ze ook gewonnen, maar dan heeft de GVU gezegd nee, er moet nog een keer weer nieuw aanbesteed worden, maar dat ging dan zo drie keer in. Zijn we bezig, goed. Ja, en dan alle drie aanbestedingen heeft Q-bus gekregen. Heeft Q-bus gewonnen, maar nu rijdt ook Q-bus. Maar ik ook stiekem best goed. Ja, maar ik hoorde nou dat op de. Wat is dat? Op de streek en in Amersfoort op de stadsdienst, daar zal dan Sunthus rijden vanaf december. Okay. Maar voor de chauffeurs maakt het vaak niet zo heel erg uit wie er wint. Het enige wat verandert is degene die betaalt. Ja, maar bij ons in, Duitsland is het zo, als iemand, als een ander bedrijf dat gewint, dan zijn de medewerkers de werk kwijt. Die worden niet dan overgenomen naar de andere bedrijf, nee. Ja, hier in Nederland is het verplicht dat onder 8 jaar, zeg maar, dat alle bedrijven nieuwe kansen krijgen. Ja, dat wel. En dat zou je dus niet kunnen maken, want dat betekent dat de chauffeurs onder 8 jaar werkloos worden. Ja, 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 natuurlijk. En dat vind ik ook beter, dat het hier in Nederland zo gemaakt wordt. Maar in Duitsland is het helaas een beetje anders. Vind ik ook een beetje vreemd. Een beetje dom gedaan. Ja, tenminste, ik weet niet hoe lang een aangever of een busbedrijf daar, zeg maar, actief mag blijven. Wat bedoel je bij ons in de stad? Bij ons is het dus maar 8 jaar. Wij krijgen een communautaire vergunning, heet zoiets, zeg maar, Arriva dan. Ja. Van de gemeente. En dan mag dus, zeg maar, op het moment dat die afgegeven is, dan is die 8 jaar geldig. En dan mogen hun dus, zeg maar, 8 jaar voor die gemeente rijden. Omdat we dan gewonnen hebben met het goedkoopste bieden. Ja, 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 dat, dat is. Maar bij jullie is ook om de zoveel jaar dat een ander bedrijf komt? Nee, nee, nee. Bij ons in de stad. Ja, geeft wel plaatsen waar dat zo is. In Hessen en Hessen is de buurt bij Frankfurt, Mainz, Darmstadt en zo. Daar is het wel, maar bij ons is het niet. Daar worden de buslijnen die worden direct vergeven aan die bedrijven. Die worden direct vergeven naar de steden. Bij ons mogen ze allemaal tegen elkaar opbieden. Maar hier is het. Maar bij de. Maar die hebben ze hier niet. Dat zijn partnersbedrijven. Dat zijn. Bij ons in Duitsland subondernemer. Maar hier worden ze zeggen dat zijn partners. Die kunnen wel op nieuwe diensten. Die kunnen wel op nieuwe diensten schrijven. Die kunnen zich wel inschrijven. Dat mag wel bij de partners. Maar bij de. Bij de grote bedrijven gaat het helemaal niet. Liefhebbers voor de Sint-Jan? Nee hoor. Nee. Goedemiddag. Goedemiddag. Welkom. Dank je wel. Ik zal eventjes.
Rijdt in Utrecht niet ook een elektrische bus op lijn 2? Durf ik echt niet te zeggen. Ik rijd alleen maar Den Bosch lijn 10. Dus ik heb nog nooit een andere lijn gezien. Ook niet in Den Bosch. Nee? Nee. Oké. Okay. Ik heb een keer Transferium mee gereden, maar dat zit. Transferium in Rotterdam? Nee, hier in Den Bosch. Ah, hier lijn 10, oké. Okay. Dat is een lijn 80, nee, eens kijken, 60, 70 en 80 hier in Den Bosch. 70, nee, 60, 70 en 80. Ah, ja. 70. Ik dacht 70. Ja, 70, oh, ja. 60, 70 en 80. Ja. Dan moet dan aan de overkant Rina zitten en Mimi. Kijk maar bij die dingetje. Rij je ook op de lijnen 60, 70, 80 of alleen lijn 10? Nee, alleen lijn 10. Ik heb alleen nog maar meegereden, zeg maar, met collega's. Nou, dan maar één. Ah, oké. Okay. 60, 70, 80. Oké, okay, lijn 10. Oké, okay, dat is ook een ja, leuke lijn. Maar als je die iedere dag moet rijden, wordt het ook een beetje eenzaam, denk ik. Ah, eenzaam niet hoor. Ik heb zat mensen waarmee ik kan praten in de bus. Maar het wordt wel een beetje af en toe zoiets van, ah, oh, ja, ik weet het al. Ja, dan ken je helemaal die steden, dan ken je helemaal die straten, dan kan je vast blind rijden, dan moet je niet kijken daar. Liever kijk ik nog wel hoor, in plaats van blind rijden. Ja, natuurlijk. Die regen blijven wel hetzelfde, maar die mensen die erop rijden zijn niet een keer anders. Hè? Nee, die zijn wel anders, dat klopt. Die kennen helaas niet uit je hoofd leren. Nee, dat klopt. Dat kunnen we vinden. Geeft het een speciale weekrooster voor de chauffeur voor 19? Dat zijn dan in dit Burgemeester Lofplein. We hebben allemaal onze eigen roosters inderdaad, ja. En lijn 10 die, eens kijken, we hebben 4 tot 5 diensten op een dag. Dus er rijden 4 verschillende chauffeurs ongeveer. Ah, zijn er 4 vaste chauffeurs die op lijn 10 rijden? Nee, er zijn 2 vaste chauffeurs. En die andere die worden gewisseld. Ah. Die handen worden geleend elke keer. Oké, dat wist ik ook niet. Bij ons is het zo, iedere chauffeur rijdt. Er zijn chauffeuren die rijden bij ons op de tram en op de bus. En dan geeft de chauffeurs die rijden tram en bus samen. Je hebt één deel op de tram en één deel denk ik op de bus, maar dat weet ik ook niet zeker. Ik ben, Amsterdam staat bij ons ook. Huh? Ik ken ook gedeelte niet. Oké, maar. Wij kennen de bos ook wel. En hier nog bij is. Hier wisselen jullie de eerstmeter. Zie je met die stenen en zo. Dat hebben wij opnieuw gezien. Hier zijn die kappen soms die hier zitten. Ja, die hebben we gezeten. Hier wat waren die steentjes? Onze zal hem afgebroken. Er komt hier niet meer op. Nou, de inhoud verandert, hè. Er wordt niks afgebroken. Ja, Pearl. Oh. Nou, die werd technisch gezien niet afgebroken. Nee. Die werd opgeknapt. Ja. Er komen wel weer nieuwe winkeltjes. Maar de inhoud van de winkels die blijft helaas wel veranderen. Dat heeft te maken dat het gewoon heel zwaar is voor zelfstandige ondernemers in de mos. Lijkt mij ook wel, ja. In heel Nederland eigenlijk wel een beetje. Je moet toch zoveel huur betalen altijd. Heel veel huur. Dat is al erg. En daarna gaan ze fietsen. De bos is duur hoor. Ja, ik weet er alles van mevrouw. Dat is niet meer te betalen als je hier een pad wil. Nou ja, als je hier een pad wil, dat is ook niet. Uiteindelijk maakt het eigenlijk je eigen economie kapot. En ik vind het gigantisch oneerlijk. Want ik denk maar zo, kijk bij een winkelpand, ik snap dat die wel iets meer waarde vasthoudt als bij een huis. Als ik een auto koop en ik rijd er een half jaar in rond, na de half jaar is die auto al meer dan de helft minder waard. Ja, dat is waar. Ja, en dan koop ik een huis, daar leef ik bijna 20 jaar in en dan ga ik hem verkopen en dan verkoop ik hem met winst. Wow. Hoe kan dat? Nou, op het moment beginnen we te komen, hè, dat je winst moet doen. Ben ik eigenlijk geworden steeds aan? Zeker. Rijken worden steeds rijker. Wij worden steeds rijker. Ja, ze zal het altijd blijven. Of moet je druk hebben. Hè? Ja, ergens gaat er een keer een druppel zijn. En dan houdt het op met de rijken. Zonder geluk vaart niemand geld, zeggen ze wel.
Want met geld kan je nog niet altijd gerechtvaardigheid kopen. Eigenlijk moesten ze het een keer uitproberen. Nou, weer het Zwitserse doen ze. Het is druk vandaag in de stad. Ja. Ieder weekend. Het is jammer, het is nou al vandaag. Echt druk. De mensen er gewoon eruit, hè. Het is nou mooi weer. Oh, ja. Ik wil er ook uit. Ik zit vast in de bus. Ja, maar jij kan niet zeggen, ik word eruit. Jawel, hij gaat eruit. Oh, toch. Maar dat zei je tegen, ze zien er snel opstaan en ben ik weg, hoor. Dus je gaat er ook uit. Fijne weekend. Dit was de race met Leen. 10 en de voertuig was 6052.